De alcoholgeur komt je al tegemoet op de Lange Haven. Voor de 12e keer vindt het Jeneverfestival plaats. Opnieuw in de Havenkerk. Het gedistilleerd seizoen begint met het Jeneverfestival in het laatste weekend van maart. Elk jaar wat mij betreft. Bij deze is het Jeneverfestival geopend. We hebben 25 destillateurs, Nederlandse destillateurs, die ontzettend trots hun producten laten zien. En het loopt van jenever uiteraard, fantastisch, tot gin, tot arak, tot noem het allemaal maar op. Er is zoveel te proeven en die vibe is geweldig. Proeven is leuk. Ontzettend leuk. Wat een waanzinnige locatie en bijzondere sfeer. En het gaat volgens mij nog tot 10 uur vanavond door. Tot 10 uur. Zeker de ambiance is natuurlijk heel erg leuk. Ja. Waarom? In de kerk. Ja. We gaan vaker naar proeverijen en dan kwamen we dit toevallig tegen op, wat was het, Instagram? Ik ben hier om weer eens echt onder de mensen te zijn, na de coronatijd. Mijn vader is broer en wij halen op deze manier ook een beetje onze familieband een beetje aan. Hoe het gepromoot werd op Instagram is dat het toch wel nieuw leven ingeblazen wordt. Jenever staat toch wel bekend als een meer oude mannetjesdrank. En het sprak toch wel aan, de opzet van het festival en ook hoe ze het brachten met verschillende destillers. Dat ik dacht van ja, dat lijkt me wel leuk. De laatste hadden we een whiskyproeverij, omdat Job niet zo'n whiskydrinker is. Ja. Toen zei hij van nou, hier is het Jeneverfestival, dus daar moet je naartoe. Ja, dat is... Moet je kijken joh, de zon schijnt. In deze prachtige kerk. Het heeft de belofte ingelost. Nou, absoluut. Het is waanzinnig. Wat hoopt u dan aan te treffen? Te proeven op een gegeven moment wat de nieuwe jenevers zijn, maar ook wat de nieuwe likeuren zijn. En om dat uit te proberen. De intentie is zoveel mogelijk proeven. En aan het eind van de dag wil ik de winnaar voor mij helder hebben. Je bent niet met de auto? Godzijdank niet, nee. En om te kijken, ja, wat ik eventueel aan zal schaffen. Is het niet eigenlijk gewoon een beetje een commerciële markt, dit? Helemaal niet. Het is kennis maken met wat Nederlands gedestilleerd allemaal te bieden heeft. Zeker commercieel. Je staat er niet voor niks, maar op dit festival ga je geen geld verdienen. Dat kost eerder geld. Het is ook geslaagd als we een aantal collega's tegenkomen waar we eventueel mee kunnen samenwerken. Wat dat betreft zijn de merken zeer uiteenlopend. Het is niet meer alleen de traditionele jenever. In eerste instantie dacht ik, Jeneverfestival, wij zijn een rum. Zijn we daar wel op onze plaats? Maar blijkbaar zijn er ook gins en rums. Dus de naam is misschien niet helemaal goed. Kijk, jenever op zich, ja. Dat vind ik een beetje een oudbollig soort sterke drank wat mij betreft. Je ziet ook de aandelen van jenever dalen enorm de afgelopen 10 jaar. Dus ja, ik vraag me af of dat wel toekomst heeft. Maar wij hebben rum en rum groeit enorm. En wat dat betreft zitten we denk ik goed. Al met al is het vooral proeven geblazen. Maar niet te veel, hè? Nee, je moet proeven. Hè? Je moet proeven met mate. Je komt hier niet om te drinken, je komt hier om te proeven. En dan kan je de rest van het jaar kan je thuis uitspoken waar je zelf zin in hebt. Wat zit er in het glaasje? Ravels. En daar zit oesterblad in of zo, geloof ik. Oesterblad jenever. En koolstof. En daarom is het, ik weet niet of je het kan zien, zwart. En ik moet zeggen, het is een prima borrel. Het is een gekke smaak, hè? Ja, een hele gekke smaak. Hij is lekkerder dan dat hij eruit ziet. Ik heb bijvoorbeeld hier heb ik een borrel. Gemengd met gin. En dat is ook heerlijk. Ja, ja. Een goede florale smaak, zeggen ze dan. Ja, florale smaak. Floraal? Ja. Wel enigszins door dat oesterblad waarschijnlijk. Een gekke smaak hebben. Ja, maar wel lekker hoor.